Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over delier en dementie en hoe je deze van elkaar kan onderscheiden. Delier en dementie vallen allebei onder de cognitieve stoornissen, oftewel het onvermogen om informatie normaal te verwerven, te behouden en te gebruiken. Onze cognitieve vaardigheden zijn functies zoals waarneming, aandacht, concentratie, geheugen, oriëntatie, taalgebruik en vaardigheden. Stoornissen in deze functies noemen we dan cognitieve stoornissen. Denk dan bijvoorbeeld aan vergeetachtigheid, verminderd probleemoplossend vermogen, verstoren van het dag- en nachtritme, verdwalen, verminderde persoonlijke verzorging en apathie. Laten we beginnen met delier. Een delier is een aandachts- en bewustzijnstoornis, met een acuut begin in uren tot dagen, waarbij de ernst van de symptomen kan fluctueren. Meestal wordt 's avonds en 's nachts een verergering gezien. We kennen twee varianten van het delier. Een hyperactieve vorm, waarbij motorische onrust, agitatie en rusteloosheid voorop staan. En de hypoactieve vorm, ook wel stil delier genoemd, waarbij juist bewegingsarmoede, verminderde aandacht en interactie en apathie gezien wordt. Afwisselend hyper- en hypoactief delier noemen we de gemengde vorm. Een delier wordt veroorzaakt door een onderliggende aandoening. Dus bij een delier wordt altijd gezocht naar een onderliggende oorzaak, zoals lichamelijke aandoeningen zoals een urineweginfectie of na een operatie, geneesmiddelintoxicaties of onttrekking van medicatie, drugs of alcohol. Een delier kan op elke leeftijd voorkomen, maar wordt met name gezien bij patiënten boven de 65 jaar. Verder zijn risicofactoren: het hebben van een andere cognitieve stoornis zoals dementie, het hebben van een fractuur of een infectie, het hebben van visus- of gehoorstoornissen, het opgenomen zijn in een ziekenhuis en van kamer wisselen binnen het ziekenhuis. De beste behandeling van een delier is het behandelen van de onderliggende oorzaak. Verder kunnen we de patiënt ondersteunen door de ziekenhuisomgeving zo vertrouwd mogelijk te maken met een klok, een kalender, foto's van familie en vrienden en vragen of bekenden langs kunnen komen en de patiënt gezelschap en vertrouwdheid kunnen bieden. Verder helpt het om de omgeving zo rustig en kalm mogelijk te maken en door de patiënt vriendelijk en met korte, duidelijke zinnen toe te spreken en te helpen met oriëntatie in tijd en plaats. Soms zijn deze maatregelen niet genoeg en dan kunnen we nog medicatie bijgeven, zoals haloperidol, oftewel Haldol. Dit is een antipsychoticum. Toch zijn we terughoudend om dit voor te schrijven, omdat het, zoals bij elk geneesmiddel, bijwerkingen kan hebben en zo bijvoorbeeld de onrust en de verwardheid kunnen verergeren of het onderliggende probleem maskeren, waardoor de behandeling moeilijker wordt. Verder is het belangrijk om complicaties van een delier te voorkomen, zoals ondervoeding, dehydratie, vallen, urineretentie en decubitus, oftewel doorliggewonden. Dan gaan we naar dementie. Dementie is een geleidelijke, progressieve afname van het cognitief functioneren waarbij geheugen, denkvermogen, beoordelingsvermogen en leervermogen aangetast raken. Dit is een geleidelijk proces over de duur van jaren. Er zijn verschillende vormen van dementie, waarvan de bekendste de ziekte van Alzheimer is. Andere veel voorkomende oorzaken zijn Lewy body dementie en vasculaire dementie, door beschadiging van de hersenen en ACVA's. Bij Alzheimer en Lewy body dementie zien we over de jaren een geleidelijk maar progressieve achteruitgang. Bij vasculaire dementie gaat het meer met sprongetjes achteruit, steeds na ieder nieuw CVA. Ook kunnen de symptomen van dementie verergeren wanneer patiënten in een nieuwe omgeving terechtkomen, bijvoorbeeld bij ziekenhuisopnames. Dementie kan op jonge leeftijd ontstaan, maar is vooral een ziekte van de oudere leeftijd. Vaak begint het met het achteruitgang van het korte termijn geheugen, zoals in een gesprek meerdere keren hetzelfde vertellen. En naarmate de dementie erger wordt, wordt het besef van tijd minder en kunnen patiënten plaatsen, voorwerpen en mensen steeds minder goed herkennen. Ook kan het gedrag veranderen omdat de zelfbeheersing afneemt en kunnen ze complexere handelingen niet meer goed uitvoeren. Dit wordt apraxie genoemd. Ongeveer 10% van de patiënten met dementie heeft ook symptomen van een psychose, meestal paranoïde wanen. We hebben nog geen curatieve behandeling voor dementie. Behandeling bestaat vooral uit de ondersteuning, zoals de omgeving aanpassen met structuur en routine. En soms geneesmiddelen die de symptomen tijdelijk kunnen verbeteren, zoals rivastigmine. Mensen met dementie hebben een groter risico op een delier, gezien ze al een cognitieve stoornis hebben. Pijn, dyspneu,
urineretentie en obstipatie kunnen al snel leiden tot een delier, waarbij dus bovenop hun dementieklachten ook een snel toenemende verwardheid kan worden gezien. Dit wordt dan behandeld als een delier, waarna de patiënt in de meeste gevallen terugkeert op het niveau van voor het delier. Delier en dementie hebben dus overeenkomsten, maar ook verschillen. Overeenkomsten zijn dat het allebei een cognitieve stoornis is, waarbij de oriëntatie verstoord kan zijn, net als het dag- en nachtritme, het korte termijn geheugen, en ook kan bij beide hallucinaties en of wanen voorkomen, al wordt dit vaker gezien bij een delier dan bij dementie. Onderscheid kan met name gemaakt worden op het tijd en het verloop. Een delier ontstaat acuut in uren tot dagen, terwijl dementie geleidelijk ontstaat in minstens maanden, maar meestal jaren. Bij delier fluctueren de symptomen op de dag. Bij dementie is het constant aanwezig. Bij delier is er een gedaald bewustzijn en verminderde concentratie. Bij dementie is het bewustzijn normaal en pas in een laat stadium van de ziekte aangetast. Spraak is bij delier vaak onsamenhangend, langzaam of juist versneld. Bij dementie zie je meer dat mensen moeite hebben met het vinden van woorden, oftewel woordvindstoornissen, maar dat de zinnen wel goed te volgen zijn. Bij delier worden vaak hallucinaties en of wanen gezien, meestal visuele hallucinaties. En bij dementie is er vaak geen psychose. Soms zijn er paranoïde wanen. En een delier wordt behandeld door de onderliggende oorzaak weg te nemen, terwijl er voor dementie geen curatieve behandeling is. Je hebt in deze video geleerd over het verschil tussen delier en dementie. Nu kan je op basis van het klinisch beeld zeggen welke diagnose het meest waarschijnlijk is. Bedankt voor het kijken!